of my senses, like a night in the forest, like the mountains in springtime, like a walk in the rain, like a storm in the desert, like a sleepy blue ocean. You fill up my senses, come fill me again. Come let me love you, let me give my life to you. Let me drown in your laughter, let me die in your arms. Come let me love you, come love me again. Let me give my life to you, come let me love you, come love me again. You fill up my senses, like a night in a forest, like the mountains in springtime, like a walk in the rain, like a storm in the desert, like a sleepy blue ocean. You fill up my senses, come fill me again. Dennis van Dijkhuizen, ja. Met een zanger van een groot kaliber, multitalented, ja, je kan van alle genres kun jij iets maken, we kennen elkaar, I know where you live, huh? I know you have wife and kids, yeah, and I'm all about you, nou. Ik weet dat jij veel in de States bent geweest en daar je promotieclips hebt opgenomen en noem maar op. En ik weet dat je gewoon een kei van een zanger bent. En I'm proud, you know, as godfather of the Carmanos, to give you an offer you can't refuse. Huh? En het werkt zo, Dennis. Stuur mij een mooi kaartje. From one friend to another, en dan plak je 1 eurotje in. In return, you have my everlasting friendship, my respect, the respect of the entire family. Huh? And zal ik al je hitjes en al je dingen promoten hier op mijn Facebook en later op de special page die de Carmanos gaat krijgen. Dennis, jij weet net zo goed als ik dat het slecht gaat met Nederland. Het gaat slecht met een heleboel mensen en het gaat steeds slechter. Het gaat niet vooruit. Wat wij gaan doen, wat wij graag willen doen, is een potje aanleggen waar mensen zoals jij de luttele bijdrage van 1 freaking euro instorten. Every month, by the way. En we die pot groter maken en dat we een directe greep uit die pot kunnen doen.
als een van onze familieleden. Because if you pay, you're a member. Een van onze familieleden, als hij in nood komt, dat er wat is. Maar ook kunnen we die pad gebruiken, sometimes, om eens te kijken wat we daarmee buiten kunnen doen. Buiten zie ik oudere sjokken achter hun rollator met een klein tasje boodschappen. Nog nauwelijks geld om rond te komen. Weet je wat het is, Dennis? Als we zo blijven doorgaan, op deze manier, dan gaat het fout. Het gaat fout in die zin dat we niet de ogen kunnen sluiten voor de nood van onze medemens, onze medelander. We moeten proberen om zand in de motor te strooien. Die motor die hier iedereen maar loopt te vermalen. Good people. Goede mensen. Mensen die een mooi track record hebben achtergelaten. En nu ineens worden afgeserveerd. Door de beslissingen. Ergens. Waar dan ook. Waar ze dan ook genomen worden. Because who knows who makes the decisions. Dat weten we niet eens meer. En daarom wil ik jou vragen om de mensen die jij kent in die entertainmentindustrie, in die muziekindustrie, om die op ons bestaan te attenderen. De Camano's. Ja. Mocht je besluiten om in ieder geval een eurootje in die kaart te stoppen en daarop te schrijven From One Friend to Another, Dennis van Dijkhuizen, en mocht ik dat kaartje hier vinden, zet je het adres in de chat, zoals ik dat met iedereen ga doen, die mee wil doen. Moet ik een kaartje vinden? You're my guest of honor, believe me. En ik vind dat jullie onder elkaar, juist in die entertainmentindustrie, juist waar die artiesten zijn, hè, waar we het volk vermaken, als je nu en dan mag zeggen, hey, voordat ik een liedje ga doen, there's a family out there. De godvader van die family, die ken ik heel goed. Camano's. Huh? En die bieden directe hulp voor mensen die het even niet meer kunnen trekken gewoon. Dennis, I'm counting on your support here now. Steven Brown, die vond het een goed idee. Die is ook aan boord. So don't disappoint us, thanks. Oké. Meer heb ik jou niet te vertellen. En de rest die kijkt. Het geldt ook voor jullie. Laten we dit eens een grote beweging maken. Dat eurotje, dat ga je niet missen. Wel, ik ken daklozen die buiten zo'n 40 tot 50 euro per dag bij elkaar bedelen. Dus kom me niet vertellen dat je dat eurotje niet kunt missen. Of dat je dat eurotje niet ergens vandaan kunt toveren. Dat kunnen we. Wat ik je beloof is dat elke kaart waarin die euro zit, from one friend to another, en dan je eigen naam, of de naam waarmee je wilt aangesproken wilt worden, zeg maar hier binnen deze familie, hè? Daaronder, al die kaarten tel ik. Komen voor de camera. Zodat we allemaal weten wat er in die pot zit. And then I'm gonna show you something. Ga ik iets laten zien wat je ermee kunt doen. Een goed doel. En dat is het. We gaan het steeds meer doen. En steeds vaker doen. We hebben allemaal gehoord dat Dennis een kei van een stem heeft. Toen ik hem voor het eerst heb horen zingen. Dat Any Song van John Denver. Toen dacht ik, hoe ken dit daar? Dat er zoveel talent is overal. En dat lang niet iedereen van deze talenten hoort. Dennis, die heeft het allemaal behoorlijk eind geschopt. Die gaat naar de Mega Piratenfestivals. Ze kunnen niet langer om Dennis heen. Dat gaat niet gebeuren. Want hij heeft een stem ervoor. Hij heeft de charme ervoor. En ik ken Dennis. Het is nog een goede kerel erbij. Een toffe peer. En ik vind, alleen het enige wat ik vind is wat er ontbreekt tot nu toe in die entertainmentindustrie die een volk vermaken. Dat steeds zwaarder en zwaarder en steeds zwaarder en zwaarder heeft, dat er eens aandacht wordt gegeven. En dat hoeft niet
door urenlange toespraken op dat festival. Maar neem een collectebusje mee. Schrijf je gewoon op de Camano's. Vertel even kort waar dat voor is en waarom je dat busje er neerzet. En dat je iedereen uitnodigt om daaraan mee te doen. Ik heb Sandra Timmerman nu gevraagd op Facebook. Ik ga het haar persoonlijk ook vragen. Ik ga allerlei mensen die ik ken, zowel in die entertainmentindustrie als daarbuiten, hierbij betrekken. En ik hoop dat jullie eens een keer voor jullie airsof komen. In plaats van deze video's te liken of me de hele tijd te prijzen met het idee, wil ik kaarten ontvangen. Schrijf onder deze video, voor iedereen die dit hoort, je naam als je meedoet. En ik ga ervan uit dat iedere naam die daar geschreven is, garant staat voor een kaart met daarin die euro. En in jullie chat zet ik dan waar die kaart naartoe moet. We're gonna move the money secretly from one place to another. Zijn niet voor niks de Camano's. We willen geen overheidsbemoeienis en overheidsinkijk. We weten gewoon, als dat gebeurt, hè, als die zich er weer mee gaan bemoeien, dan blijft er aan het einde van de rit niks meer over. Ik wil er geen salaris uit trekken. Ik zal er geen euro aan verdienen. Wat ik wil, is dat het geld van het volk voor het volk wordt en dat we zelf de uitzettingen kunnen voorkomen. Dat we zelf mensen kunnen helpen. Mensen die het verdienen. En dat is waar het om gaat. Leuk bericht gehad vanmorgen van Steven Brown. Toppie, ik zet je verhaal ook op mijn site. En ik heb hem eronder geschreven. But I expect a card from you, Mr. Brown. De 1 euro erin, from one friend to another. Dat is hoe we het gaan doen. En we gaan ook nog we kunnen nog meer dingen doen. Ik ga loterijtjes opzetten. Leuke dingen opzetten. Er komt van alles. Maar dat kan alleen als jullie eens van je reet afkomen. Als jullie eens een keer beseffen dat Facebook, dat je er niks aan hebt als je maar virtueel blijft rondpompen. Informatie blijft rondpompen. Of mijn video's liken of delen. Daar ben ik niet mee geholpen. Het gaat nu om concrete hulp. Camano's are calling out for you. Dennis, remember, don't you ever turn sides against this family, man. Spreek ik al uit.